Welkom bij een nieuwe aflevering van Economie in 5 minuten, waarbij ik in 5 minuten jou de hoofdonderwerpen vertel. Vandaag gaan we het hebben over rente en als we het over rente hebben moeten we eigenlijk twee dingen onderscheiden. Dat is de spaarrente en dat is de leenrente. Spaarrente ontvang jij. Op het moment dat jij namelijk doet sparen bij de bank, ontvang jij daar een vergoeding voor. Die vergoeding noemen we spaarrente. En die spaarrente is noodzakelijk, want anders heeft het natuurlijk totaal geen zin voor jou om geld op de bank te gaan zetten. Dus spaarrente krijg je. Leenrente betaal je. Als jij namelijk geld nodig hebt van de bank, dan zullen zij dat geven, maar zij willen er zelf ook iets aan verdienen. Daarom betaal je dus de leenrente. Nou, als we nu even naar die spaarrente gaan kijken, want die leenrente is eigenlijk gewoon kijken in procent hoeveel heb je gekregen en hoeveel moet je meer terugbetalen. Die spaarrente is interessanter om te kijken, want dan kijken we vooral naar enkelvoudige en naar samengestelde rente. Nou, het verschil daartussen is eigenlijk best simpel. Enkelvoudig kijk je puur naar het rentepercentage. En bij een samengestelde rente kijk je naar rente over rente. Nou, even als voorbeeldje, stel even voor, jij gaat 10.000 euro sparen op de bank en je krijgt daar 2% rente over. Nou, dan is natuurlijk de vraag wat je kan afvragen, hoeveel geld heb ik op mijn rekening staan na 5 jaar? Nou, bij enkelvoudige rente, zoals ik al gezegd had, ga je uit van een vast rentepercentage. Nou, het rentepercentage is 2% van 10.000 euro. Nou, 2% van 10.000 euro is 200 euro. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat je ieder jaar 200 euro aan rente krijgt. Dus je begint met 10.000 euro. Na een jaar heb je 10.200. Na twee jaar heb je 10.400. Na drie jaar komt er weer 200 euro bij, heb je 10.600. Na vier jaar heb je 10.800. En na vijf jaar heb je 11.000 euro op de rekening staan. Je bent met 10.000 euro begonnen. En je hebt er na 5 jaar 11.000 op staan. Dus dat wil zeggen dat je 1.000 euro aan rente hebt gekregen. Wat natuurlijk een mooi bedrag is. Maar aan de andere kant hebben wij ook samengestelde rente. En die hebben we aan deze kant staan. En wat is samengestelde rente? Samengestelde rente is dus eigenlijk dat je rente over rente krijgt. En wat bedoelen we daarmee? Als je nu in het eerste jaar met 10.000 euro begint, krijg je in het tweede jaar gewoon die 200 euro. 2% van 10.000. Het enige waar het gaat veranderen is in het derde jaar. Vanaf het derde jaar. Want in het derde jaar krijg je namelijk 2% rente over dit bedrag, over die 10.200 euro. Dus 2% daarbovenop, dan kom je uit op 10.404 euro. Vervolgens heb je 2% over dat vorige bedrag. Dat noemen ze dus de rente over rente. Kom je uit op 10.612. Het jaar daarna heb je 2% rente over het bedrag wat hier staat. Kom je op 10.824 euro uit. En als laatste heb je natuurlijk 2% rente over dit bedrag en dat tel je erbij op. En dan kom je op 11.041 euro uit. Nou, moet je dat nu de hele tijd zo gaan doen? Nee, want voor samengestelde rente hebben wij een formule. Die zie je hier staan. In dit geval is dat 10.000 euro. Dat noemen we het beginbedrag, oftewel het bedrag dat je doet sparen. 10.000 euro. Doe je keer 1,0 en dan het rentepercentage. Nou, wij hadden 2% rente, dus in dit geval 1,02. Als de rente 5% was geweest, is het 1,05. En als de rente 11% is, ja, dan is het natuurlijk 1,11. Maar daar gaan we even niet van uit. Daarom mag je bij mij betreft best doen 1,0 en dan het rentepercentage. En dan heb je op het rekenmachientje dat hoedje staan. Dat is tot de macht. En dat doe je het aantal jaren. Dus we hebben hier 10.000 euro zijn we mee begonnen. Keer 1,02, want we hadden 2% rente. Tot de macht, het aantal jaren, en dat is 5 jaar. En dan was je namelijk ook op 11.041 euro uitgekomen. Nou, wat zie je hier dus nu gebeuren? Dat als je enkelvoudig spaart, hou je uiteindelijk 11.000 euro over. En samengesteld 11.041. Dat is natuurlijk ook wel logisch. Want bij samengestelde kolom krijg je rente over rente. En dat is natuurlijk altijd een beetje meer. Het nadeel hiervan zou kunnen zijn dat je het dan wel bijvoorbeeld 5 jaar op de rekening moet houden. En dat je het hier bijvoorbeeld na 3 jaar kun je het gewoon eraf halen. En dan heb je natuurlijk na 3 jaar kan je gewoon die 10.400 eraf halen. Nou, dat zou kunnen en dat is ook weer de keuze die wat jij als klant kan maken voor de bank. Hopelijk heb je er weer iets aan gehad. Vergeet niet hieronderin te abonneren. En tot de volgende 5 minuten economie.